zijn op reis met bewoners van Vecht en IJssel. Een boottocht over de Utrechtse grachten. En tot nu toe is het een ontzettend vrolijke boel. Joop, de schipper, die vertelt van alles. Roelof met zijn trekzak. En de bewoners die meezingen en zelfs gedanst hebben. Kortom, een vrolijke boel op de oude gracht. Volgens mij heb je een geweldig publiek vandaag, of niet? Kon niet beter. Echt niet. Zo gezellig. En is het ook jouw eigen favoriete repertoire wat je nu speelt? Thuis speel ik het niet. Okay. Dan speel ik wat anders. Maar ik vind dit gewoon geweldig om te doen. Juist om de actie met de mensen. Dat maakt het leuk. Het gaat nooit vervelen, dit soort groepen. Nee, het doet al een jaartje of 50. Dus. Mijn vader is al 20 jaar dood. Maar die had als held voor in de sportwereld mijn vader. En hij vulde de voetbaltoto altijd in aan de stand van het haar van mijn vader. Als mijn vader brillantine in had, dan ging Dos binnen. Had hij geen brillantine in, dan werd het die dag helemaal niks. Als ik afga op de gezichten, dan heeft iedereen en genoten van de uitleg van de kapitein toen we door de grachten gingen. En genoten van de muziek toen we door de singles gingen. En als ik nu weer naar de gezichten kijk, dan kunnen we denk ik met z'n allen terugkijken op een hele geslaagde middag. Want er wordt hier best veel georganiseerd in Vecht en IJssel. Vecht en IJssel organiseert via Mickey, via Welzijn natuurlijk heel veel. Dit initiatief is iets anders tot stand gekomen. Het was een initiatief van de biljartclub en van de kaartclub, dus een klaverjasclub. En die twee groepen hebben voor vandaag samengevoegd. En dat is dus het gezelschap wat je hier achter mij ziet zitten en wat vanmiddag heeft genoten. En dat verklaart dus ook een flesje in de goodiebag. Dat verklaart heel duidelijk dat we samen er iets leuks van kunnen maken. En ja, de lol die Mickey en ik daarin hebben is dat we dan op die manier een bijdrage geven aan de wat oudere mensen die soms in isolement zitten. En ze uit moeten trekken. En dat is denk ik vanmiddag gebeurd.